Ja, je merkt zeg maar echt dat gewoon hele simpele dingen gewoon heel verwarrend zijn. Breda Nu. Je weet het meteen. De gemeente Breda vraagt dit jaar extra aandacht voor dementie. Daarmee hopen ze meer kennis en begrip te realiseren voor de ziekte. Vanaf 1 april tot eind juni kunnen de inwoners van Breda zelf ervaren hoe leven met dementie is, door middel van een virtual reality bril. 2019 is in Breda het jaar van de dementie. En dat hebben we gekozen omdat dementie een steeds groter wordende ziekte wordt, omdat we steeds meer oudere inwoners krijgen. En we hebben nu ongeveer 3000 mensen met dementie in Breda. Maar in 2040 zullen dat er ongeveer 5200 zijn. En heel veel mensen blijven gewoon heel lang zelfstandig thuis wonen. Dus in alle dorpen, in de wijken. Dus we gaan eigenlijk allemaal op een bepaalde manier wel met dementie te maken hebben. En daarom vinden we het heel belangrijk dat we ook iedereen leren van wat is dat nou? Wat is die ziekte? En wat kun je vooral doen als je in je omgeving iemand met dementie hebt? Hoe kun je er een beetje mee omgaan? En zou je misschien kunnen uitleggen waarom jullie dit onderwerp zo belangrijk vinden? Samen aandacht voor dementie. Dat komt omdat, de getallen zeggen het eigenlijk al, het aantal mensen met dementie neemt echt explosief toe. In Breda, in de regio's waar we ook werkzaam zijn. Mensen met dementie wonen gemiddeld nog zo'n 8 jaar thuis. En dat is echt een samenlevingsopgave waar we met z'n allen voor staan. Dus Breda, gemeente, alle samenwerkende partners binnen Breda. Dus dat betekent ook dat wij op een andere manier moeten kijken hoe we die opdracht of de oplossing daarvan kunnen verzinnen. Ik weet niet of er te weinig aandacht is voor dementie, maar wij hebben echt gezocht naar een vorm om het een beetje zelf te ervaren. Je krijgt echt een inzicht hoe ontzettend moeilijk sommige dagelijkse simpele dingen kunnen zijn. En dat helpt enorm, denk ik, wat betreft bewustwording, begrip en dus ook de interactie voor naasten en mensen met dementie. Ja, je merkt zeg maar echt dat gewoon hele simpele dingen gewoon heel verwarrend zijn. Zoals ja, gewoon een kopje koffie zetten. Dat alles gewoon is van, dat was er al, maar hoe moet dit dan, hoe moet dat dan? Ja, er zijn heel veel gemeenten die graag dementievriendelijk willen zijn en daarvan alles voor doen. Wij zijn wel de eerste gemeente die gezegd hebben, wij schaffen deze brillen aan om het echt te beleven. En daarnaast gaan we ook nog een heleboel andere dingen doen. We gaan bijvoorbeeld ondernemers en winkeliers trainen hoe ze om kunnen gaan als ze iemand met dementie in hun winkel krijgen. Ja, dus we gaan met de VR-brillen rond. Bijvoorbeeld bij groepen mantelzorgers komen we, mensen die in de zorg werken, bij het onderwijs. Maar we gaan ook, en dat is iedere donderdag tot eind juni, iedere donderdag van 10 tot 1 in de stadshal van het stadskantoor, Claudius Prinsenlaan, kun je de film gaan komen bekijken, de beleving hebben. En daarna zijn er mensen om het gesprek te voeren over dit onderwerp.